Hallo allemaal, mijn naam is Linda Voortman. Ik werk bij Rijnbrink als adviseur voor schools en projectleider van de Voorleesexpress. Vandaag ga ik vooral letten op het leesplezier. Als je als voorlezer plezier hebt in wat je leest, komt dat over op de luisteraar en komt het verhaal echt tot leven. Alle voorlezers vandaag heel veel succes gewenst en vooral heel veel voorleesplezier. Hey, voorleeskampioen! Wat fantastisch dat jij meedoet aan de regionale voorleeswedstrijd. Mijn naam is Janneke Meijer en ik zit in de jury. Ik ben cultuurcoach in de gemeente Hellendoorn. Helaas kunnen we elkaar niet live ontmoeten. Maar gelukkig kun je door middel van een filmpje toch meedoen. En waar ga ik als jurylid nou speciaal op letten? Nou, ik vind het heel erg belangrijk dat je enthousiast bent over je boek. Ik vind het ook belangrijk dat je personages heel goed kunt uitlichten. Dus dat het allemaal verschillende personen zijn zonder dat het een toneelstukje wordt. En dat is extra moeilijk om dat door middel van een filmpje te laten zien, maar dat je het publiek goed kunt bereiken. Want je zit nu toch maar achter die camera en het publiek kun je niet zien. Ik wens je heel veel succes en zet hem op, hè! Hallo, ik ben Saskia Pekelharing. Ik ben illustrator van kinderboeken. Bijvoorbeeld deze. Misschien ken je ze wel. Misschien lees je ze vandaag wel voor. Nee, vast niet. Hey, superleuk dat je meedoet aan de voorleeswedstrijd. Ik ben heel erg benieuwd. Ik zit al een paar jaar in de jury. Met heel veel plezier. En waar ik zelf altijd heel erg op let als illustrator, krijg ik dit soort boeken gewoon ook alleen de tekst binnen. En dan ga ik die lezen en dan bedenk ik waar ik er plaatjes bij zie. En bij het voorlezen van jullie is dat ook iets waar ik heel erg op let. Of je het beeldend kunt voorlezen. Als jij het voorleest, kan ik het dan voor me zien. Want dan, volgens mij lees je het dan goed voor. Nou, heel erg veel succes. Zet hem op.